Deze bril kreeg je bij de stadionconcerten van Guus Meeuwis. En dan kun je dus op Guus Meeuwis lijken. Maar de een kan dat beter dan de ander. En dan denk ik aan Brabant. Daar Brabant nog heen. Waar moet ik bellen? Hier zo. Ja. Dag Guus. Dag Guus. Hoi. Hey. Dag Ruben. Nou, lijken wij op Guus Meeuwis? Denk het wel toch? Nou, jij wel iets meer hoor. Jij lijkt ook wel op. Zeg, het gaat wel echt om de bril, hè? Ja, mijn bril is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb. En ja, zonder ben ik eigenlijk helemaal niks. Kom maar binnen. Hier een mooie geffer. Wanneer kwam je erachter dat jij op Guus Meeuwis lijkt? Maar dat is gewoon langzaam, beetje bij beetje begonnen steeds meer mensen mij erop aan te spreken van oh ja, lijkt op Guus, ook gewoon vreemde. En ja, mag ik je handtekening en mag ik me op de foto? Dus en zo en uiteindelijk... ja, toen kon ik wel verzekerd zijn dat ik op Guus leek, ja. Live vanuit de Top Pop Pop Studio in beeld en geluid in Hilversum een heuse lookalike contest. 5 kandidaten die heel erg op iemand lijken. Maar nu live hier, Guus Meeuwis! Nou kost jij €995 voor een half uur. Ja. Een hoop geld. En er zijn mensen die dat echt betalen. Ja, blijf me ook nog steeds over verbazen, maar er zijn inderdaad wel mensen die het inderdaad neerleggen. Want het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Want het is een nacht die wordt gezongen in het mooiste lied. Die lijkt jou op Guus Meeuwis, dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja, ik vind hem wel een beetje op Guus Meeuwis lijken, ja. Wie lijkt hij? Guus Meeuwis lijkt hij, ja. Vindt u dat hij veel op Guus lijkt of niet? Jawel. Hoe vaak treed je op? Ja, de laatste tijd is het wel rustig, maar als ik gewoon een goede maand heb, dan 2-3 keer per maand. Mijn broer die leek er vroeger ook op. En mijn vader lijkt erop en als mam, zelfs als mam lijkt op Guus Meeuwis. Die oma van Guus, die lag in een verzorgingstehuis of ligt en daar werkte ons mam. En die zei ook van ja, jullie lijken gewoon allemaal op mijn kleinzoon of de broer of de zus. Of ik weet niet of Guus een zus heeft, volgens mij niet. Maar... Ik wil je, blijf bij me, hou van me en ga nooit meer weg. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek. Op een gegeven moment kreeg iedereen wat grotere brillen en toen had ik hem op en toen was het vroeger echt 2 druppels water, Guus. En waarom zeg je vroeger? Omdat ik vind dat ik er nou minder op lijk. Omdat Guus heeft tegenwoordig kort haar en je ziet ook wel dat hij wat ouder wordt. En dan merk je toch wel dat... Ik merk ook nou dat de laatste tijd veel minder wordt aangesproken als Guus. Heb je Guus ooit ontmoet zelf? Nee. En als jullie elkaar ontmoeten, wat ga je dan tegen hem zeggen als het ooit gaat gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Of jij lijkt op mij, zeg ik dan, misschien. In plaats van dat ik op hem lijkt, hij op mij lijkt. Geen idee. En dan denk ik aan Brabant. Want daar brandt nog licht.